vanuit Praag. Het is inmiddels zaterdag 18 februari en wij zijn lekker ontbijt aan het maken. We hadden gisteren best wel een heftig feestje. We waren rond 4:30 thuis. En Xenia is making breakfast. It's so dark dessert. No, it doesn't matter. Okay, yeah, well, we can clean it first. No, I just wanted to do what I need. Dus super lekker pannenkoeken en door het beslag zit een beetje banaan en appel. So, Xenia, what did we do today? No, I'm not gonna show my face. No, you don't have to show your face, but you can just say. I had a very nice and pleasant day in bed with Linda. It was so good, so lovely. She's an amazing girl. We had a nice breakfast and we continue our party in bed. And finally, we're almost ready to go to the city. Almost. We took a shower. We scrubbed ourselves with coffee. Oké, dus jongens, dit is echt even de grootste tip van de eeuw gewoon. Jullie moeten het allemaal doen. Ik moet het eigenlijk even laten zien. I should show them what I mean, right? No, wait, you can make a tutorial with or something. Ja, sure. Je kan dus koffiebonen malen en dan in zo'n soort van koffiemachine. Nou, dat is niet echt een machine, maar dat je gewoon koffie maakt met verse bonen. Helemaal vers, zonder het echt in een machine te doen. Eigenlijk gewoon filterkoffie. En die koffiedrap die je dan overhoudt, is echt perfect om je hele lichaam mee te scrubben. Ik heb mijn gezicht er zelfs mee gescrubbed en het is nog nooit zo zacht geweest. En want in koffie zit een soort van olieachtig iets, geloof ik wel. Want het laat toch wel even een heel zacht laagje achter. Het is echt bizar. Gewoon, dat is het enige wat je nodig hebt, hè? Die koffiedrap. That's it. Best feeling ever. Maar zoals Xenia dus al zei, hebben we gewoon een hele dag in bed gehad. Ik heb zelfs nog een uurtje geslapen. Nu zijn we een beetje naar techno aan het luisteren. En we hebben dus gedoucht. Ja, het is echt zo leuk met Xenia. We hebben echt wel een beetje zo dezelfde humor. Het is echt super grappig. En we hebben een reservering gemaakt bij de tavern vanavond. Dus dat gaan jullie zo zien. Ah, zoveel zin in. Oké, what are we gonna do? We're gonna have a nice, really nice dinner. In nice restaurant, what you like a lot. Yes. And after that, we're gonna chill in the bar. Where, actually? Not. Next to Roxy. Oh, are we gonna... Oh, okay, nice. And after, again, dance. Yes, dance, yes, techno. We gaan naar Chapeau Rouge vanavond. Dat was echt mijn favoriete club. Zie je mijn highlighter trouwens? Do you think they can see my highlighter? Can you see it? Yeah, a little bit shiny. Yeah. Yes, like this is a perfect. Ah, it's so nice. Dit is dus zo'n highlighter stick van NARS. Xenia heeft trouwens mijn haar ook zo gedaan. Super vet. En Chapeau Rouge is echt mijn favoriete club. En er is vanavond gewoon een technofeestje. Love it. Dus ik neem mijn camera mee, want ik wil natuurlijk even filmen bij de tavern. En ja, oké. Lange metro roltrap. We zijn hier en het duurt nog. Dat is altijd leuk om daar op de klok te zien hoe lang het nog duurt tot de metro komt. En usually it's never late. Oké, 3. Ja. It's always in time. En nog 3 minuten. Yes. Ja, jongens. Ik ben eindelijk weer herenigd met mijn favoriete restaurant ever. Dit is echt de beste tip waar je gewoon sowieso naartoe moet. The Tavern. And zoek het op. Everything in check, so they couldn't understand. But burgers, cocktails, they understand. Yes. We hebben gereserveerd voor 7 uur, want dat is wel echt wat je moet doen. Reserveren in het weekend. En door de week kan je niet reserveren. Maar je moet even op de website kijken. Dan kan je heel makkelijk reserveren. Het is zo moeilijk, want de vorige keer dat ik hier altijd at, was ik nog geen vegetariër. Dus toen at ik nog vlees. En nu moet ik dus wel even een vegetarische burger kiezen. Maar er zijn echt 3 vegetarische keuzes. Ik ben eigenlijk bang dat ik misschien wel 1 hapje vlees ga eten, want... And what I'm gonna eat. Yeah, you're gonna eat meat and I'm gonna try. And you're gonna try one please, right? Ik ben wel een vegetarische burger, want principes, maar ik moet even die nostalgie terugkrijgen van het vlees. Dus dat ga ik denk ik wel doen, maar... Ja, weet je, het is niet alsof ik dan in 1 keer weer verslaafd aan het vlees of vrij. Jongens, dikke vette foodporn hoor. Oh, deze saus is alleen al geweldig. En al die frietjes. Het is een mix van curly fries en deze. Geniaal zijn deze. Turkey burgers. Oké. This is my lovely date. You're so cute. Thank you. Ik heb geen vlees gegeten. Yes. Dus ik ben trots op mezelf, want Xenia koos voor een burger die ik nooit hier eerder had gehad. Dus het zou eigenlijk nergens op slaan als ik die wel zou proeven. Oh, ik ben zo satisfied. Het is echt gewoon de
dikke vet aanrader. We zijn even in dit park met het prachtige uitzicht op het kasteel daar. En ik heb dit uitzicht toen ook laten zien aan Saskia en Mirna toen ze bij mij waren. Maar dat was overdag. Maar ik zei toen, in die vlog weet ik nog wel, dat het 's nachts veel mooier is. Want kijk, het kasteel is aan. But I think they're gonna turn off the lights of the castle like at 12 yeah, at night, right? Just everywhere. Our church also at 12. Ja, ja, ja. Dus die lichten zijn nu dan nog aan. Dus sowieso als je dit uitzicht wil gaan zien, kom voor 12 uur. Fucking vet. Gewoon alleen die chick die daar staat, staat in mijn uitzicht. Dit is echt zo vet. Ja. Dit is echt zo vet. Ja. Good, good. Xenia. Lekker hoor. Ja, lekker hoor. Prague by night. Dit is wat ik echt elke week meemaakte. Goed, we zijn bijna op Old Town Square. Echt een plek waar ik gewoon 's nachts heel vaak kwam. Als ik uitging en zo, ging ik daar lopen. En super chill, we gaan naar Chapeau Rouge. Daar heb ik vast al vaak over verteld, maar kijk even. Het is toch wel echt prachtig. Dit is wat je zeg maar niet wil missen. Ik heb echt nog maar 3 drankjes gedronken, maar dit is wat je echt niet wil missen als je in Praag bent. Ja. En weten jullie nog, toen Saskia en Mirna jarig waren, dat we hier voor die klok stonden en toen de klok 12 uur sloeg, gingen we hier zo dansen en er was echt bijna niemand, maar het is nu zaterdagavond, dus het is best wel druk hier. En het is bijna 11 uur en als we voor 11 uur binnen zijn bij Chapeau Rouge is het wat goedkopere entree, want ik ben natuurlijk een skeerde Nederlander. MUZIEK